Dit is de Hovering, een zwevende fietsrotonde tussen Eindhoven en Veldhoven. En op het moment van bouwen was het de eerste zwevende rotonde ter wereld. De rotonde werd geopend in 2012 en is qua constructie redelijk uniek. De cirkel waar de fietsers en voetgangers over fietsen en lopen zweeft namelijk. Niet echt natuurlijk, hij hangt aan 24 staalkabels die bevestigd zijn aan de punt van een 70 meter hoge pilon. En aan de onderkant wordt de cirkel in positie gehouden door een aantal stalen bevestigingspunten. Vroeger, dus voor 2012, lag hier ook een rotonde, een hele grote rotonde. Het asfalt van die rotonde was net zo breed als een driebaansweg, maar dan zonder de markering, dus zonder de lijnen. Dat deden ze expres om ervoor te zorgen dat het verkeer op de rotonde langzamer zou rijden. Net als bijvoorbeeld de rotonde om de Arc de Triomphe in Parijs. Maar net als in Frankrijk was het ook hier een drama om overheen te rijden. En ik kan dat persoonlijk beamen. Ik heb namelijk lang geleden hier rijlessen gehad. En natuurlijk reden we dwars door de spits over deze rotonde heen. Superleuk! En dat moest veranderen. Het moest niet zomaar een rotonde worden, nee, meer een soort van landmark. Dat was in ieder geval de opdracht die ingenieursbureau IPV Delft uit Delft meekreeg. Het ontwerp moest passen bij het futuristische karakter van Eindhoven en dan met name het Evoluon, wat een eind verderop in deze straat ligt. De wens was een ongelijke kruising, zonder fietstunnels vanwege de sociale veiligheid. Dus het werd een soort van zwevende schijf aan stalen kabels. Een zwevende schijf van zo'n 19 miljoen euro. De bouw en het gebruik gingen overigens niet echt zonder slag of stoot. De Hovering is gebouwd in maar liefst 6 maanden tijd. Maar binnen 2 weken na de opening moest hij alweer dicht. De fietsrotonde boven de Hovering hangt aan 24 kabels boven de weg. Uit voorzorg sloot de gemeente de kruising vanmiddag af. De vrees was dat een van de tuien zou kunnen knappen en dat zou gevaarlijk zijn voor het autoverkeer dat er onderdoor moet. Alle wegen in de omgeving zijn afgesloten, het lokale verkeer wordt omgeleid. De tuien, die staalkabels, die bewogen te veel in de wind. En hiervoor werden bovenin speciale dempers aangebracht. Nou, een tijdje later bleken deze dempers op verschillende hoogtes te hangen, wat niet de bedoeling was. Dus de ring moest weer dicht. Een tijdje daarna verschenen er scheuren in het wegdek. Weer moest die dicht. En een vrachtwagen bleek te hoog voor de borden voor de ring. En zo bleef de superrotonde geplaagd worden door steeds van die kleine problemen. Eindhoven wordt ook wel de lichtstad genoemd. Deze rotonde moest die naam eer aandoen en mede daarom is de belichting van deze rotonde zo bijzonder. De volledige binnencirkel ligt op in het donker. De pilon wordt van 4 zijden aangelicht door enorme schijnwerpers. En in het donker lijkt de ring dus echt te zweven, omdat de staalkabels wegvallen in het donker. Nou, daarnaast bevat de volledige reling een interne ledstrip, waardoor de omleiding van de cirkel zichtbaar wordt. Dus vooral in het donker komt de Hovering goed tot zijn recht. En de fietsers en de voetgangers, die vinden hun weg wel. Het is een bidirectionele rotonde, dus je mag zelf kiezen welke kant je in fietst of wandelt. Dat was in het begin even wennen, maar nu ruim 10 jaar later weten de passanten hier op deze rotonde prima hun weg te vinden. Dus mocht je nog een keer willen fietsen in de omgeving van Eindhoven, neem dan ook zeker deze Hovering even mee. Ook iets om mee te nemen zijn de nieuwe vrienden van het kanaal. Dus super bedankt aan iedereen die nu in beeld staat voor het mede mogelijk maken van alle video's. Ik zie je graag in de volgende.